mensen, Lorenzo Games hier zo, met vandaag Minecraft Hard Mode Survival. En ik ben niet alleen, ik ben hier samen met... Jurgen van Westen. Yes, en we zijn in de Nether. Want dat is precies waar we laatst gebleven waren. Ik had een mooie cliffhanger gemaakt van hoe het hier eruit zou zien en... Holy shit. Maar, de grote vraag is... Zien wij een Nether Fortress? Nou, zou te zien niet. Nee, hè? Maar ik heb toch stiekem het idee dat hij hier ergens kan zijn. Aan deze kant. Oh, je gaat gelijk een omheining maken? Ja, pas een guest ineens een vuurbal schiet, dan... Ja, true. Ik hoor al een guest, dat wel, net eventjes. Niet weer. Oké, ben je klaar? Bijna. What the fuck? Oké. Kom, gaan deze kant op, ja? We moeten de torches blijven neerzetten. Ik heb er maar 10 trouwens, kut zo. Hey, daar is een guest. Ik heb er ook niet zo heel veel bij me. Oké. Get ready to rumble. Hopelijk vuurt die guest ons nu. Wow, holy shit. Oh my god, kijk uit, kijk uit. Bam! Kom maar met die vuurbal. Kom! Bam, herkaatst hij niet terug. Kut ding. Let's go, kom. Bam! Ah, fuck. Nog een keer. Shit, hij kaatst hem niet terug. Nee, hè? Nee, hij is heel raar. Oké, ik kom maar met mijn zwaard. Kut, dat lukt niet. Oh shit, ik sta aan de hand. Fuck. Oké. Maar ik heb een gas tier. Nice! Chill. Oké. Nether Fortress. Wacht, weten we nog wel waar we vandaan zijn gekomen? Ja, hier zo. Ik heb... Ik zal hier nog even een torch neerzetten. Oh ja, inderdaad, chill. Oké, nice. Even die vuur weghalen. Let's go. We gaan op zoek naar de Nether Fortress. En we hopen hun te vinden, want het is zo best. En dit loopt niet dood, hoop ik. Anders zijn wij hartstikke dood, denk ik. Wow, what the fuck. Holy shit. Oh ja, we moeten ook uitkijken voor een lava, want... Ja, dat gaat heel snel, hè? Het floot veel sneller. Ja. Maar, check dit. Moet je eens kijken. Kijk uit, hè, dat je hier niet doorrent. Wauw. Fucking erg, hè? Ja, mooi. Oh, hier loopt het dood, dus dat heeft geen zin. Zullen we gelijk even wat quartz meenemen trouwens? Ja, ik was net al quartz aan het minen, dus... Oké. Zal ik ook gelijk even wat netherrack meenemen af en toe? Even kijken, waar ben je heen gegaan? Oh, ik ben hier. Waar is je? Oh, daar. Van quartz kunnen we onder andere een daylight sensor maken. Ja, mooi. Die hebben we wel nodig, denk ik. Ja, denk het ook wel. Vooral voor de automatische farms of zo, weet je wel. Ja. Die ik sowieso wil hebben. Dat zou wel fijn zijn. Kijk. En quartz miner heeft ook zijn voordelen. Gratis experience. Ja, inderdaad. De experience van quartz is echt insane. Ja. Maar dat is wel chill. We moeten ook niet vergeten glowstone mee te nemen. Nee, inderdaad. Dat moeten we inderdaad niet vergeten. Alleen, waar is glowstone? Is dat hier? Bij ons, bij de spawn van de portals. Ja, dat weet ik inderdaad. Maar ik dacht misschien is hier ook wel wat, maar blijkbaar niet. Ja, het was licht, maar het blijkt. Ja, komt uit het vuur. Ja. Wow, deze zombie pigman heeft gewoon enchanted sword. Wauw. Maar ik ga hem niet killen, anders hebben we gelijk ruzie voor altijd. Ja. Oké. Kom, we gaan even verder zoeken naar de Nether Fortress. Ja, is goed. Anders denken de kijkers ook van, ja, jullie wouden een Nether Fortress en dan gaan jullie quartz hakken. Wat is dat? Kijken. Waar is een Nether Fortress? Niet hier in ieder geval.
Krijg je ook in de Nether zoveel honger? Nee, niet echt. Oh, ik heb heel veel last van honger de hele tijd. Kijk, hier is klooster. Ik kan hem wel graag even meenemen. Ja. Kijk even hier zo of ik iets van een fortress zie. Maar tot zover niks. We zitten wel aardig hoog trouwens. Ja, ik merkte het. En voor de mensen die het niet weten, glowstone kun je het beste met je hand minen. Ja, inderdaad. Anders gaat het langzaam. Het heeft niet echt een effect als je een pickaxe of zo gebruikt. Nou, precies. Oké. Waar gaan we heen? Kijk, en zo snel verloopt lava dus. Ik weet niet of jullie het zagen, maar hier zo... Ja, ik zag het wel. Het ging echt veel te snel. Ja, precies. Dus daarvoor moet je altijd uitkijken in de Nether. Maar dat is al een tijdje zo. Ja, dat is altijd al zo geweest volgens mij. Niet altijd, volgens mij niet. Serieus. Oh my! Kut! Ik ben dood. Ik ook. Oh my god. Nou moeten we echt heel snel naar de... Ik ben helemaal naar beneden getiefd. Ik ook. Echt? Ja. Wauw. Kut, sorry. Weet je hoe dat komt? Door die player collisions. Door wel, ja, inderdaad. Dat is echt heel irritant. ik kon niet voorbij jou springen. Ja, en ik vluchtte voor mijn leven. Ja, ik ook. Holy shit, het zag er wel epic uit eigenlijk. Ja. Alleen shit, onze XP en onze spullen. Ja, maar ja, wat doe je dan? Eerste keer in de Nether, gelijk eerste keer dood. Kut, sorry. Nou, we zijn al 2 keer dood gegaan nu. Ja, maar in de Nether nog niet? Nee, in de Nether niet, maar nee, totaal. Oké, daar is onze vriend. Oh my god, precies op een parker ding. Kijk hoeveel zombies werk man. Ja, wat de fuck doen die hier? Maakt niet uit. Was het hier? Ja, hè? Ja, ik zie mijn spullen al liggen. Ja, ik zie mijn spullen niet. Het was hier zo. Dat zijn mijn spullen. Niet allemaal, denk ik, maar... Nou, het is gemixt. We zijn echt een soort van op dezelfde locatie. Hè. Shit. Ja. Die dingen mogen niet op onze spullen schieten. Anders zijn we het kwijt. Oh, ik ben weer dood. Ah, shit. Oké. Ik heb wel jouw diamond pickaxe. Dat is mooi. En andere shit. Alleen ik denk niet dat ik alles van ons heb. Maar voor nu maakt dat even niet uit, want... Ik wil eerst die guest gewoon dood hebben. Kut, sorry. En mijn boog heb ik hier ook niet momenteel. Nee, volgens mij had ik die opgehaald. Oh. Ik zal even kijken, hè. Ja, je hebt wel... Kut, ik kan niet alles oppakken. Mijn inventory zit vol. Ja, ik zie mijn boog hier liggen. Kijk, ik heb mijn boog terug. Nog een helm. Hier zo. Kom eraan. Ja, is goed. Doe rustig. Even kijken, pickaxe. Hier zo. Jij had sowieso een iron pickaxe. Mm-hmm. Je had blijkbaar ook nog carrots. Nog een helmpje ligt hier. Ik heb ook nog een wooden slab, die is volgens mij van jou. Even kijken, hier je armor. Die. Dus dat heb je nog. Oh shit, control. Hoorde ik nou weer een guest of niet? Nee, ik was aan het eten. Oké, hier, die is van jou. Even kijken hoor. Deze is van mij. Die. Die shovel was van mij, obsidian hartje.
Jartje. Shield was voor mij. Glowstone hartje. Quartz hartje. Carrots was voor jou. Gasteer was voor jou. Volgens mij is dit het wel. Oh nee. En potatoes. Die ja, verdeel ik gelijk even. Zo. Gewoon de helft van ons dan. Dat was hem. Mm-hmm. Toch? Ja, ik denk. Oh ja, en je cooked fish. Die had ik al gelijk opgegeten. En je gold. Oh. En je iron. Nee. Zo. Dat is het. Toch? Ja, ik denk het wel. Zo. Nou. Dus, we waren dood gegaan. Hallo. Hallo, zombie Pac-Man. Wat doet hij? Ik weet niet. Hij vindt mij lief. Echt, hè? Oké. Okay. Nether Fortress, waar ben je? Nou hoor ik waar een kruist. Wat hè? Ik hoorde een kruist. Ja, ik denk dat hij zo meteen hier ergens vandaan gaat komen. Ik wil de Nether Fortress vinden. Nou, mooi. Maar waar is die? Ik heb geen idee. We moeten verder zoeken. Oh. Die player collisions nog wel even wennen dat dat weer terug is. Ja, het is irritant. Ja. Ik snap eigenlijk ook niet waarom ze het terug hebben gedaan. Ja, misschien omdat het realistischer is ofzo. Ja, zou ik niet weten. Daar kwamen we vandaan. Ik hoop echt dat we zo gauw mogelijk die Nether Fortress vinden. Dat zou echt heel tof zijn. Ik denk niet dat we hier verder moeten lopen. Ik kan ook geen bloks meer op de grond zetten. Oh. Maar je kan toch... Ja, maar... We kunnen beter hier omhoog gaan. Ja, is goed. Ik heb weer honger. What the fuck? Kijk. Kijk hem hoe heel soepel bouwen. Nice. Wat is dit? Is dit een Nether Fortress? Nee. Nee. Kut, sorry. Ik wil echt dat daar een Nether... Ik denk toch dat we naar beneden moeten gaan, hoor. Om echt bij een Nether Fortress te kunnen komen. Ja. Ik vrees dat je gewoon naar beneden moet gaan daarvoor. Jammer dat er geen lavaboot is, hè? Ja, dat lijkt me wel een... Kom, we gaan gewoon naar beneden. Moeten we even aangeven met torches trouwens. Ja, die heb jij. Oh, heb ik alles? Ja. Kijk, hoe gaan we dat doen? Moet het wel duidelijk maken, hè? Ja. Ik denk dat dit wel... Ja, dit is wel goed, toch? Ja, oké. Kom. Kijker. Een zombie Pac-Man. Ja. Ik neem wel wat Swansvans mee heb ook nodig. Ja, voor Netherward. Maar ja, dan moeten we eerst nog een Nether Fortress vinden. Ja. En ik ben bang dat we dan toch echt naar beneden moeten hier zo. Maar hoe? Hoe gaan we hier naar beneden komen? Ik heb geen idee. Kut. We kunnen springen, maar dat overleven we niet. Nee, dat overleven we sowieso niet, nee. Kijken. Player collision. Oh, wat erg. Oké. Hey, een soort van cave of zo. Oh, dat hebben we lekker veel aan. Een caveje. Echt, hè? Heb je wel een pickaxe in je hand? Ja. Maar ik had geen zin om te pakken. Ja, dit
Het wordt toch pittig lastig, denk ik. Of we moeten naar de andere kant van de portal. Ja, ik denk dat we dat maar het beste kunnen doen. Ja, gaan we dat doen? Oké. Okay. Kijk, hier is gewoon een ster voor ons gemaakt. Echt, hè? Hopen dat er geen guest komt. Nee, ik hoop het ook niet. Anders is dat een beetje kloten. Kijk. En hopen dat aan de andere kant van de portal dan wel een Nether Fortress is. Mm-hmm. Anders is het echt kloten. Nou ja, anders moeten we gaan minen. Ben bang van wel, ja. En ik heb geen zin om zoveel kilometer verderop in Minecraft nog een portal te maken. Toch? Ja, 1400 bloks. Ja, dat bedoel ik. En dan zou het ondergronds... Hier, heb ik weer honger. What the fuck? Het gaat zo snel. Ja, ik heb ook weer honger. En daarom heb ik die campings meegenomen. Ja. Oké. Okay. Hopelijk is het hier ergens. Ja. Anders hebben we echt geen hoop meer. Kijk jij daar, dan kijk ik aan deze kant. Ja. Nee, ja. Ik weet het niet. Ik zie het niet goed. Oh nee, het is gewoon donker. Kut. Je kan hier wel heel goed naar beneden. Dat zie ik wel. Alleen. Ik weet niet. Ah, ik heb er eentje. Ja? Ja. Waar zo? Volg de torches. Hier zo. Als je me ziet. Ik betwijfel of ik nou de goede kant op ga. Volg de torches. Oh, daar ben je. Even kijken. Waar zo? Laat zien. Waar is het? Oh yeah, met een blazespawner gelijk. Dus kunnen we ook door laser rot krijgen. En wither skeletons. Holy shit. Dat is mooi. Je weet wat het inhoudt, hè, wither skeletons. Mhm. Betekent wither boss. Maar dat betekent dat jullie dat in de volgende aflevering gaan zien. Oh, dat voelt zo goed, hè? Ja, het voelt echt dodelijk. Ja, in ieder geval mensen, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering weer van Minecraft Hard Mode Survival. In de volgende aflevering gaan we checken wat er in de Nether Fortress is. Of er veel chests zijn te looten, of er veel diamonds zijn. In de chest kan diamond zitten, hè? Ja. Chill. En horse armor, wat we niet nodig hebben. Dus. Aan guest, kijk uit. We gaan sowieso ongetwijfeld ook wither skeletons. Kijk achter je. Ik ga mijn boog pakken. Let op. Bam, dat is één. Bam. Twee hits. Ik ga even kijken of die gedropt heeft. Ja, is goed. En dan sluit ik de aflevering af. Dat is laag. Ik spring toch? Oké, het ziet echt heel achterlijk uit. Gunpowder gedropt. Nou mensen, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Volgende aflevering nogmaals. We gaan naar de Nether Fortress skeletons killen. En hopen dat we niet doodgaan. In ieder geval heel erg bedankt. Dit was Lorenz Games in Minecraft Hard Mode 5 al samen met... Ura van WC. Later.